Donc ça veut dire, en clair, la Suisse a décidé de vous renvoyer dans votre pays. Mm-hmm. Alors, au niveau des droits, vous avez le droit à avoir l'assistance sociale, à avoir votre avocat. Mm-hmm. On est là pour vous aider à faire en sorte que tout le séjour se passe bien ici. Mm-hmm. Maintenant, au niveau formel, on vous demande, d'une part, vous tenez votre cellule propre. Mm-hmm. D'être propre sur vous aussi, ça c'est important, mm-hmm. parce que le moral, quand on, oui, hein, oui. si on n'est pas propre sur ça, après on a le moral qui tombe. Mm-hmm. Dergelijk inkijkje is eigenlijk ja, niet eerder geweest op deze manier. Het is ongelooflijk boeiend om te zien hoe mensen, wat langdurige detentie met de onzekerheid van waar zal ik straks naar uitgezet worden, word ik uitgezet of kom ik misschien weer op straat terug, wat dat met mensen doet. Welke emoties dat oproept, hoe bewakers daarmee omgaan, hè? Hoe personeel, de relatie personeel en gedetineerden. En dan ja, zeker ook wat het met de gezinnen doet, te blijven gezinnen met kinderen achter. En het verdriet dat mensen daarover hebben. Ik vond het erg aangrijpend. En ik denk dat het ook een belangrijke film is in het debat over hoe ga je nou om met het controleren van migratie? Van waar liggen de grenzen? Van hè, hoe ver kun je gaan met elkaar? De minister zegt vaak dat het effectief is, maar dat is het helemaal niet. Detentie is niet effectief. Er wordt altijd gezegd 50% van de mensen keert via detentie terug. Maar als je goed naar die cijfers kijkt, dan zie je dat het belangrijkste deel, meer dan 25%, keert eigenlijk naar andere Europese landen terug. Naar landen waar ze eerder zijn geweest. En die 25% die naar de landen van herkomst terugkeert, dat is eigenlijk voor een heel groot deel, gebeurt dat ook nog eens in die eerste weken van de detentie. En daar zie je ook nog eens bij dat de inzet van bijvoorbeeld organisaties zoals het IOM, die vrijwillige terugkeer regelen, daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Mensen voelen zich vaak als crimineel benaderd. En dat kun je uit het sociologisch onderzoek ook wel opmaken, dat mensen die regels niet accepteren, gaan zich verzetten tegen die regels, die komen die niet na. En in dit geval verzetten mensen zich ook tegen het feit dat ze zich als crimineel benaderd voelen. En dan kan het soms gebeuren dat mensen zich verzetten tegen de terugkeer. Misschien niet zozeer omdat ze terug moeten, maar gewoon omdat ze het hele systeem niet trekken. En ze zijn boos over hoe ze benaderd worden. En ze schieten in de verzethouding in plaats van in denken over terugkeer. Ons uitgangspunt is, als je mensen dan detineert, in het uiterste geval als het echt niet anders kan, dan is het niet nodig om dat te doen onder een strafrechtelijk regime. In Nederland gebeurt dat wel onder een regime wat echt gebaseerd is op het strafrecht, de penitentiaire beginselenwet. En in die wet, daar is bepaald dat mensen zo'n 16 uur per dag, per etmaal, dus in de cel opgesloten zitten. Dat ze handboeien in geval van vervoer, of dat er het gebruik van isoleercellen. Allerlei disciplinaire maatregelen zijn volgens die wet mogelijk. Nou, dat is ons inziens ook helemaal niet nodig. Het is mogelijk om, en dat zag je ook in deze Zwitserse film trouwens, en dat zie je zeker ook in Zweden en ook in een aantal andere landen, veel meer mogelijk is om binnen die muren van dat detentiecentrum veel meer vrijheid te bieden. Dus waarom moeten mensen opgesloten worden op een cel als ze in afwachting zijn van een uitzetting? Dat dient nergens. C'est très dur mentalement d'être ici parce qu'ils nous disent rentrez chez vous et nous ne voulons pas rentrer parce que nous sommes opprimés chez nous. Ils veulent nous réduire mais on est fort, on est très fort. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un être humain qui n'a rien fait, on te prend du jour au lendemain, on te prive de ta liberté. Ils nous disent, nous sommes le pays des droits de l'homme. On est une terre d'asile. On enferme ceux qui ont demandé l'asile. Là, je n'ai rien commis comme délit. Rien. Rien, pas de délit, rien. De situatie in het Zwitserse detentiecentrum is zeker vergelijkbaar met de situatie in Nederland. In een heleboel opzichten. Zoals die uitzichtloosheid, die onzekerheid over hoe lang het gaat duren, het verdriet dat er familieleden achtergelaten moeten worden, de spanning tussen personeel en gedetineerden. Maar in een aantal opzichten was de situatie, of is de situatie daar ook echt beter, wat ik gezien heb. En dat verraste me, dat vond ik heel goed om te zien. Wat opviel bijvoorbeeld was dat mensen hebben daar werk, ze mochten er werken. De bewaking was niet geuniformeerd. Mensen aten samen, ze kookten samen. Ze gingen alleen
en je kunt je ook afvragen of dat nodig is nog steeds, voor het slapen werden ze ingesloten. En verder zag ik niet dat ze op cel gingen. En hoe is dat in Nederland? In Nederland worden mensen 16 uur per dag ingesloten. Dus om 5 uur gaan ze achter de deur. Tot de volgende morgen 8 uur. En dan ook tijdens lunchtijd opnieuw. Dan zitten ze ook ingesloten. Ze eten dus altijd op cel. In sommige plekken is het wel mogelijk om te koken. Maar die voorzieningen zijn over het algemeen allemaal heel minimaal. En dat is dus echt nog veel te weinig. Ja. They want to deport me to Africa. They don't know what it means to be here. And what it takes to be down there. Me, I tell you, Africa is mama land. We are living down in Switzerland. Me, I tell you, this land is for us. No way. Better need.